hoop dat het met een test nu wel eruit is gekomen. Oh, zullen we zo de kalender even? Want het is eigenlijk vandaag de ene laatste dag dat we hem gewoon even leeg halen, Sarah. Ik heb mijn kleine vriendje weer hier. Hi. Maar ik hoop dat het doorzet, want van de week dacht ik ook dat het beter ging. Goedemorgen. Het is woensdag en we mochten weer vroeg eruit. Maar naar het ziekenhuis gaan en de pleister afhalen. En morgen is het kerstavond en dan gaan we de uitslag horen. Ja, morgen moeten we dan terug voor de uitslag. En ik hoop echt dat er een uitslag uitkomt. Want de reacties die Sarah in de oren elke keer heeft, die zijn pas veel later. Dus ik hoop dat het met een test nu wel eruit is gekomen. Anders moeten we echt even verder gaan kijken hoe we aan een uitslag kunnen komen. Want ja, het is natuurlijk iets wat niet elke keer weer moet gebeuren. En ik ben gewoon bang dat met een ring of iets om de vinger gebeurt. Een dus, armband? Ja, dat vind ik minder eng. Maar vooral een ring met je vinger. Dus ja, maar een armband, maar als armband dit gaat zwellen. Dit is echt heel erg als het gaat zwellen. Maar ik denk dat je dat makkelijker nog afkrijgt dan met een strakke ring. Dus we gaan het moeten zien. We zijn hier in het ziekenhuis. En de dokter heeft op mijn rug getekend. Ja. Nou, kan maar aan blijven staan. Zo voor zo goed. De pleisters voor de test zijn af. En dan is er zeg maar zo'n grid getekend. Want dan weet je natuurlijk waar welke stofjes zaten. En er was reactie te zien. Alleen, dat kan irritatie zijn of een allergische reactie. En of daarom wordt morgen... muggenbult zijn. Nee, dat zei ze niet. Het lijkt soms op een muggenbult, zo'n reactie in een test. Als het een reactie is. Dus dan moet het er morgen een beetje als een muggenbult uitzien. En anders was het irritatie. En het was één stofje waar je op gereageerd had. Welke? Ja, mix. Zat er in die naam. Maar het was een hele ingewikkelde Engelse naam. En dus daar gaan we morgen voor kijken. Dat kan dus niet nu, omdat het, dan kan je het verschil tussen irritatie en allergische reactie niet maken. Maar ik heb het gevoel dat er dus wel iets uit is gekomen, omdat dat de enige was waar überhaupt een reactie op was. Op de rest helemaal niet. Dus nu heb je tekening op je rug, hè? Ja. En ze moet dus nog heel even rustig doen tot de uitslag van morgen. En dan mag ze weer onder de douche en weer gek doen en... Ze mag niet veel transpireren. Zelfs licht niet, want dan kan die inkt natuurlijk van de rug gaan. We zijn weer thuis. Helemaal nat geregend net. En mijn pijnstillers werken nu best wel goed. En mama, ik heb iets liefs voor je gemaakt. Je hebt iets liefs voor mij gemaakt. Ik heb het in de kast gezet. Links, linkerkast. Daar. Ja. Deze is precies hetzelfde, dus je kan nou, die zou ik... Oh, laat u maar zien. Ze heeft... Dubbel ik weet gemaakt. Niet hoe dat heet. Ja, een soort pompoenen. Zet die ook maar in de kast. Deze is voor papa. Nou, dan mogen ze toch in de kast voor papa en mama. Doe maar in diezelfde kast ook. Aan de rechterkant. Ja. Dat is voor wie? Ik had twee gezet. Maar ik was een beetje gaan opruimen. En ik ga zo nog meer opruimen. Sarah, je moet nog even één dagje rustig blijven. Ik weet het. Ik ga het even voeren. Want ik heb natuurlijk de afgelopen dagen niet heel veel gedaan. En Marco hier en daar wat. Maar die is natuurlijk ook de deur uit overdag. Dus ik ga even gebruik maken van dat het nu gaat. Maar wel voorzichtig doen dat ik niet dadelijk gelijk weer te ver ga. En ik heb dadelijk ook nog een afspraak. En er komt nog iemand wat brengen voor mijn project. Waar ik nog niks over vertel, maar wel bijna. En dan is het nog lastig om er heel veel over te vertellen. Zonder te veel te vertellen. Maar dat wordt allemaal duidelijk zodra ik vertel wat ik ga vertellen. Oh, zullen we zo de kalender even? Want het is eigenlijk vandaag de ene laatste dag dat we hem gewoon even leeg halen, Sarah. Waarom dan? Nou, dan kan ik hem gelijk opruimen. Ik wil graag opruimen. Het is alleen één dag morgen, dus dan hebben we 3 dagen nu.
Oké, we moeten bij 21 beginnen. Die had jij al gezien, zei je? En dan 22 en 23. En dan doen we gelijk die van morgen 24 ook. Weet je ook wel wat? Ik heb opruimwoede. Heb je 22 gezien al? Ja, 22 zit hier en 24 zit hier. En waar is 21? Hier is 21. Ja, ja, maak hem maar open. We maken ze gewoon allemaal even open nu. Mama heeft opruimwoede. Ik trek ze allemaal open, want hij gaat weg. Oh, dan is er weer wat uitgevallen, denk ik. Kijk, wacht even. Oh. Misschien zien we het er zo wel in. Ja, ik maak 22. Dan schuren we de deurtjes er gewoon even af. Nee. Oh, dat is weer een bruisbal. We gaan het toch helemaal leegmaken, dus. En dan gaat hij weg. Hij is toch op heel veel plekken gescheurd. Kijk, zo, de klepjes gewoon eraf. Maar eerst wil ik ze nog openmaken. Ja, ik scheur alleen de klepjes eraf. Oeh, een nagelschaartje. Dus deze, hier zit een bruisbal in. Kijk of ik hem met één hand terug krijg. En een nagelschaartje. En nu gaat de 24. Ik heb het. Hebben we er nog één? Dat is de 23. Ja. Nee, de 23 had je net opengemaakt. Kijk, hier zit weer zo'n kleine bruisbal. Oh, die is er ook uitgevallen. Waar zijn die dan gebleven? Oh, hier. Kijk, hier zit die in. Ja, dat is lipgloss. Oh, die is wel echt heel leuk. Kijk hoe schattig. Deze lipgloss. Nou, we moesten vier dingen hebben. En ik denk die ene dat het een klein tangetje of zo moet zijn. Nee, ik weet wat het hoort te zijn. Welke was het ook alweer? Een epileertangetje of zo, denk ik. Hier, deze hele dunne. Waar is die gebleven? Oh, hier, kijk. Een nagelveldje, kijk. Ja, zo. Even, niet zo veilig, schat. Kijk, een klein roze nagelveldje. We gaan hem alles eraf halen. Hij is een beetje gewogen omdat hij eruit was. Ja, trek de doos maar helemaal uit elkaar. Dan gaan we hem... Oh, hier valt maar. Doos. Nou, scheuren. Ja, dit kan je niet echt scheuren, mop. Kom maar. Een papier kan je wel scheuren. Nee, doe jij maar, dat vind je leuk. Scheuren. Heb je er toch allemaal aan de doos? Harder. Trek hem kapot. Gaat hij zo bij het oude papier? Ja. Trekken. Ja, die is wel klein genoeg. Zo, deze nog. Wauw, wat ben je sterk. Nou, kijk, nu hebben we een hele zooi. Nou, de kamer is weer een beetje netjes. Zij ging lunchen, dus ik heb ook een krentenbolletje gekregen. En ik heb spullen voor mijn project binnengekregen. Daar heb ik het best wel druk mee, ook nu. Dus daar ga ik even snel wat voor doen nog. En dan heb ik zo een afspraak. Maar dat is een zakelijke afspraak, dus dat film ik verder niet. Mijn afspraak is heel goed gegaan, maar die komt straks nog even terug. Want ik had vragen die niet beantwoord kunnen worden. Dus dat wordt uitgezocht en dan hebben we zo deel 2. En toen keek ik even naar de post. Ja, deze zit ik zo lang op te wachten. Dat was fout gegaan. Het is kerststreek. Dus dan heb ik dadelijk mijn kerstversiering helemaal klaar. Echt zo leuk. Dus die kan ik dan ook nog ergens ophangen. Ik heb natuurlijk nog niet zo heel erg veel goud. Dus daar gaan we ook even een leuk plekje voor zoeken. Ah, kijk. Helemaal leuk zo. Oh, lekker scherp weer. Aan de kast. Ik heb mijn kleine vriendje weer hier. Hi. Je wil verstoppen vandaag. Hij wil elke keer, kijk. Oh, dat zie je niet, zwart op zwart. Hij wil elke keer zijn koppie verstoppen. Wat ben je toch allemaal aan het doen, jongen? Hé. Hi. Ik vind de camera een beetje spannend opeens. Die zie je toch al sinds je hier bent elke keer. Kijk, zie je een konijntje? Zie je dat? Dat ben jij. Hij vindt het niet leuk, de camera opeens. Hij ligt helemaal verstopt. Wat is het maar hier? De camera. Heeft hij nog nooit eerder op gereageerd? Een beetje een zenuwbeestje. Misschien komt het ook door de herrie uit de keuken. Normaal is hij niet binnen als er gekookt wordt. Oh. Word je opeens weer actief? Kom een kusje geven. Wat ga je allemaal doen? Je bent zo'n schatje, hè? Kleine vriend? Sarah is onverwachts bij Mira blijven eten.
Georgia die appte net of Sarah mee kon eten, want dat hadden die meiden weer besproken. En dat kon, dus wij hebben net even samen gegeten. En Marco moest nog even wat dingetjes voor werk doen. Ik ben even de laatste dingen aan het afruimen. Ik ben zo blij dat het wel met pijnstillers, maar wel niet gaat vandaag. Dus dat ik weer een beetje wat kan. Maar ik hoop dat dat doorzet, want van de week dacht ik ook dat het beter ging. Of in ieder geval eind vorige week. En toen maandag ging het helemaal niet meer beter. En nu dan weer. Gisteren ging het beter dan maandag en vandaag gaat het beter dan gisteren. Dus daar heb ik toch nog ergens een klein beetje hoop voor de kerst. Even kijken of mijn camera zo blijft staan. Dus nu thee zetten en ik ga maar vast even editen een stukje. Want op de een of andere manier blijf ik niet heel lekker bij. Ik krijg het wel elke keer voor elkaar om de vlogs op tijd te hebben. Maar daar is wel alles mee gezegd. Dus ik ben er toch alleen. En vroeger dan anders, dan kan ik vast wel doen. Dan maar even bikkelen deze dag. Dan moet het weer goed komen. Ik heb, toen Sarah thuis kwam, toen kon ze eigenlijk vrij snel naar bed, geslapen. Toen heb ik geëdit. Mark was natuurlijk wel thuis, toen hebben we Penosa gekeken. Toen heb ik nog geëdit en ik ben helemaal bij. Alleen, morgen heb ik er waarschijnlijk geen tijd voor. De dag erna waarschijnlijk ook niet. En de dag erna weet ik het ook nog niet. Maar goed, dan staan er daarna sowieso nog 3 vlogs op. Dus dat moet helemaal lukken. Oh, en nu even lekker nog een relax momentje met uiteraard weer thee. Ik drink ook wel eens wat anders, maar ik wil niet te veel frisdrank of vruchtsap of wat dan ook drinken. En dan blijft er niet heel veel over water of thee. En water is ook maar water. Ik vind water wel lekker. Maar ja, dan ga ik toch vaak voor thee. Dus... En ik heb het echt trek in nu. En van thee ga ik genoeg drinken. Dat is ook wel prettig. Want ik drink zelf niet heel goed. En met thee blijf ik doorstaan. Dus dat is ook wel goed. Ah, ik baal. Ik weet niet of je het zo goed ziet. Maar mijn nagel is net helemaal gebroken. En de nagelsalon staat natuurlijk dicht. Echt, hij is kort. En eraf. En net voor de kerst. Deze zijn nog wel allemaal mooi. Deze ook. Is dit echt? Waarom nou? En nu gaan ik en mijn zielige kapotte nagel naar bed. Dus, ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. En dan is het kerst. Doei doei!